Erik Hille, Radio Fortuna SC, Jens van Son. Met welk gevoel sta je hier 3-0 tegen FC Os? Ja, toch wel een redelijk trots gevoel moet ik zeggen. Ik denk dat we vandaag echt gestreden hebben. En, ja, je weet natuurlijk hoe de situatie van de club is. En, ja, uiteindelijk stap je die wedstrijd in met maar één doel. En dat is 3 punten halen en het publiek proberen te vermaken en achter ons te krijgen. En, ja, gezien alle dingen na de wedstrijd, denk ik dat dat goed gelukt is. Ja, inderdaad. Zeker goed geluk. We hebben vandaag strijd, passie en beleving gezien. Dat is toch iets wat we de laatste wedstrijden gemist hebben. Waarom vanavond wel? Nou, ik denk dat we dat een aantal wedstrijden hiervoor ook gedaan hebben. En sommige wedstrijden inderdaad ook niet. Hebben het misschien wat dat betreft een beetje laten hangen. En, ja, vandaag pakt het goed uit en iedereen was scherp, iedereen was bij de les. En dan zie je dat we ook voetballend nog vrij aardig vooruit kunnen. Dus wat dat betreft denk ik dat dit een mooie stap is. Gezien de omstandigheden waar we mee verder kunnen, zeg maar, mocht het zo zijn. Dus daar ben ik wel blij om, moet ik zeggen. Ja, 1 en 2-0 van Lars Hutte. 1-0 in de eerste helft, 2-0 in de tweede helft. En in de 92e minuut, in ieder geval of 91e minuut, ja, mag jij een doelpunt maken voor de Groen-Gele. Welk gevoel geeft jou dat? Ja, wel blij. Daar ben ik blij mee. 2-0, een mooie uitslag. En 3-0 staat natuurlijk nog net iets mooier en iets overtuigender. Dus wat dat betreft geeft het ook wel een soort van trots gevoel. Dus heel mooi. Je komt over van Roda JC, kom je Fortuna versterken in de winterstop. Je speelt echt al als een dirigent op het middenveld. Je wijst, je zet de lijnen uit. Je bent het mannetje op het middenveld. Plaatsvervanger van Jordi Terborg, die heel goed op zijn plaats terechtkomt. Dat is aan de buitenwereld om te beoordelen. Ik probeer mijn best te doen. En, mijn rol zo goed mogelijk in te vullen wat de trainer vraagt. En, dat gaat, met momenten gaat dat vrij aardig en sommige momenten kan dat nog stukken beter. Alleen, ik denk dat we hiermee wel vooruit kunnen wat we vanavond hebben laten zien. En zeker ook voetballend. Ja, vooruit kunnen, ja, dat hopen wij natuurlijk ook. 1 maart staat aardig voor de deur. Wat zijn de verwachtingen van de spelers? Wat er eigenlijk naast de spelersgroep eigenlijk door hoort te gaan. Maar jullie krijgen er natuurlijk ook wat van mee van de financiële perikelen. Wat krijgen jullie daarvan mee? Ja, absoluut. En wij krijgen alle verhalen ook mee. Je ziet wat er in de pers komt. We krijgen af en toe komt Joppe komt dan in de kleedkamer in het spelersroom, komt hij vertellen wat de stand van zaken is. En wat wij weten is dat de helft volgens mij bij elkaar is. En dat gezien wat de supporters ook nog bij elkaar hebben gekregen, ziet het dat het de goede kant op gaat. Alleen voor ons is het nog steeds heel onzeker of het. Of het doorgaat. Dus wat dat betreft kunnen we alleen maar hopen dat het goed komt. En ik denk dat het in goede handen is bij Job in ieder geval. Dus hopen dat het goed komt. Alle verwachtingen dus dat 1 maart niet dat vanavond niet de laatste wedstrijd is geweest. Dus. Nee, daar hopen we op inderdaad. En wij weten het ook niet. En voor ons is het ook een lastige situatie natuurlijk. Dus ik weet het niet. Ik hoop dat het goed komt. Meer dan hopen kunnen we ook niet. En het vertrouwen is er in de mensen die het moeten regelen. En wij kunnen niks anders doen dan goed presteren op het veld. En dat hebben we vanavond gedaan. Dus hopen dat het goed komt. Ja, de mensen die het moeten regelen, die moeten inderdaad een 8,5 ton ongeveer binnen gaan strijken. Ja, wat de supporters laten zien, toch al dik 70.000 binnengetrokken. Wat vinden jullie als spelers daarvan? Ja, tuurlijk. Dat is natuurlijk een enorm mooi teken wat de supporters laten zien. Daarom kunnen wij als spelers ook niet achterblijven. Dus wij hebben als spelers ook, elke speler heeft ook een bijdrage gedaan. We proberen met z'n allen de club overeind te houden. En kijk, wat is eigenlijk 8,5 of 9 ton geloof ik. Ja, dat is natuurlijk niet niks in 2-3 weken dat je bij elkaar moet doen. Dus mocht dat lukken, is dat echt heel knap van die heren. En, wat ik al zeg, we hopen dat het goed komt. Ja, het gaat hopelijk zeker goed komen. Na 1 maart, 7 maart, Jong PSV op het programma. Hopelijk spreken we dan elkaar weer. En dan kunnen we zeggen, weer 3 punten naar Sittard. En we staan nu bovenaan in de periode. Ja, misschien blijven we daar wel. Nee, dat heb ik ook gezegd. Kijk,
mochten we doorgaan, ja, waar wij natuurlijk ja, soort van toch wel van uitgaan. Want dat, ja, dat moeten we gewoon. We moeten er rekening mee houden dat we gewoon weer volgende week maandag moeten spelen. Ja, we moeten wel een doel voor ogen houden. En ja, dat is en blijft toch na competitie halen. Het is nog 8 of 9 wedstrijden, geloof ik. Ja, er zijn nog zoveel punten te behalen. Je kan het nog gewoon halen. Dus ja, dat moet je als groep ook blijven uitstralen. Ja, dat lukt aardig. In ieder geval heel veel succes. Dankjewel voor dit interview en hopelijk tot 7 maart. Ja, zeker weten.